Ek is Eddie Prinsloo. Ek boer hier op Jellingkrans. Ons stoet is Jellingkrans Marino stoet. Ons stoetnummer is 345. Hy is in 1927 gestig en is nog actief voor alle jaren. Ons streef na een goede balans tussen die wol-eigenskappe en die bouwvorm. En ons is bekend voor ons goede bouwvormskappe en goede koppen. Als we van ooie praat, het eerste wat die belangrijkste voor mij is, is reproductie. Als een ooie niet lam nie, dan hoort ze niet op die plaas. Ze moet kan haarzelf handhaap op die veld, ze moet kan produceren en reproduceren. En wat bij belangrijk is bij ooie, is goede eierspasie. Ze moet moeders eigenskap hê. Ze moet een tweeling makkelijk kan groot maken. En ze moet haarzelf kan handhaaf op natuurlijke toestanden. My naam is Arno Ferreira, ek is 'n tegniese adviseur van Molitech. Van Brandfort af tot in Koelsberg hier in die Suid-Vrystaat. En ek praat vanmiddag bietjie met julle oor die vloeivoer in 'n ooi. Jou vloeivoer wat ek daarby bedoel is die verskillende stadia van jou ooi en watter lekmengsels jy in die stadia gee. Nou, in jou prikkel en paartyd as ook in jou middragtigheid het ek gewoonlik my standaard meester 20 wat ek of skoon gee of meester 20 mengsels wat ek afmeng met mieliemeel en sout wat baie effectief werk. Maar 6 weke voor lam verander die hele scenario. Dan begin die ooise behoefte drastisch toeneem en dan begin ons na kwaliteit producte te kyk van ons soos jou wolmeester wat die rechte deurvloei het vir jou melkproduksie, dat jy die rechte bies vir jou lam het en ook sonder dat jy die ooi se wolproduksie en wolgroei in die krisistyd van laadragtigheid, vroeg laktasie die eerste 2 maande, sonder dat jy dit kompromeer. Vir die boere wat nie wil meng nie, het ek 2 produkte in my area wat baie goed werk en een is die Elite blok, baie goeie produksieblok met hoë deurvloei proteïen, as ook jou lam en ooi lek. Die een is maar net 'n lek, 'n losvorm soos ons bagasprodukte maar lyk en die ander in 'n blokvorm. Maar al 2 is 'n klaargemengde produk wat die boer net so kan uitskit in sy produksiefase met groot sukses.